Hoe bent u erbij gekomen om het Klimaatstraatfeest te promoten? Ik heb eigenlijk eerst een cursus gehad voor milieu. Dat heb ik hier bij ook in vrouwenstudio gehad. Bij Anne-Marie, ze heeft onze die cursus gegeven. En daarna heb ik eigenlijk, ik doe heel veel dingen ook mee thuis die voor energie besparen. En ik heb verteld ook van mijn buren. En ja, ik vind het ook heel belangrijk, ook heel veel mensen die doet ook mee. Dus. Klimaatstraatfeest, dat gaat over energie besparen. En dat is heel goed, heel belangrijk voor het milieu, voor jezelf, voor je kinderen, voor de natuur. Dat wat mij bezig eigenlijk. U heeft een cursus gevolgd als milieucoach. Ja. En dat geeft u, daar geeft u ook weer les in? Ja, voorlichting. Ja. En wat vertelt u de mensen dan? Ik vertel hoe kunnen gewoon met heel kleine tips kunnen thuis doen. Iedereen kan dat doen. Dat is heel goed voor hun portemonnee, hun kinderen. En bijvoorbeeld dat als de verwarming 2 graden iets lager, 2 minuten minder douchen. Dan kan ook iedereen dat ook doen. En ook spaarlamp gebruiken. Dat bespaart heel veel geld. Dan echt kunt u dat zien einde van het jaar. In de energierekening? Ja, in de energierekening. Hier kunt u gewoon bij bijvoorbeeld de verlichting. Ja. Wat moet je doen met de verlichting, die tips? Hier, vervang kapotte lampen door spaar- of ledlampen. Ja. En dat bespaart u 55 euro per jaar. Het gaat nog langer mee, hè? Ja. Je kunt gewoon je naam van uw straat op internet gewoon opgeven. Ja. Dan krijgen jullie ook een punt. Maar als jullie ook met jouw buurvrouw of met je buurman, dan kunnen jullie meer punten verdienen. Als je heel veel punten ook verdient, dan krijgen we jullie straat ook een feest, een prijs. En eigenlijk, dat willen wij allemaal doen. Sterk om aan. L'Iqtisad et Taqa op www.klimaatstraatfeest.nl. Ook in Rotterdam-Zuid gaan we op pad met de kinderraad van Hillesluis. Goedemiddag kinderen. Goedemiddag. Ik zal me voorstellen voor wie nog niet weet wie ik ben. Ik ben juf Inge van de Duinop. En samen met meester Moes van Kos en juf Naima van Alacritas gaan wij om de 2 weken iets met een kinderraad doen. Nou heb ik een speciale milieumeester uitgenodigd van het Rotterdams Milieucentrum. Mijn naam is Mohamed. Ik werk bij het Milieucentrum. Ik ga wat vertellen over het milieu. Weet jullie wat het milieu is? Niet jij. Even wachten. Iemand anders. Jij weet het wel. Jij ja. Wat betekent het? Wat denk je dat het is? Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar het gaat over over vuilnis en zo. Juist, ja. Lijkt het anders hebben. Wie wil mij helpen? Ik. Daarom ben ik hier. Okay. Wie wil dat hij in een leuke omgeving speelt? Een omgeving. Ik wil dat de klacht. Wie wil in een gezonde omgeving dat je niet ziek wordt? Dus dat vinden jullie allemaal belangrijk, toch? Ja. En daarom kunnen jullie mij helpen, heel de groep, door dit eigenlijk aan de grote mensen te geven, aan volwassenen, of in de brievenbus, of vertellen dat je moet denken aan het milieu. Ik ben van de
Doe mee met het klimaatstraatfeest. Het is heel erg belangrijk voor het milieu en voor jouw straat. Geef je al alsjeblieft op www.klimaatfeestje. Oké, hallo publiek. Doe mee met het klimaatstraatfeest en het is heel belangrijk voor de milieu. Doe de lichten uit als je ze niet gebruikt. Haal de opladers uit de stopcontact als je ze niet gebruikt. En doe je computer uit als je ze niet gebruikt. Gaan we zo mee. En dat was Michel voor vandaag. Tot morgen!